De Mustang sloeg bij zijn introductie in 1964 in als een bom. Maar begin jaren 70 begon de houdbaarheidsdatum van de steeds groter gegroeide ponycar in zicht te komen. Toen in 1973 de opvolger werd gepresenteerd, moest het publiek even slikken. De Mustang 2 oogde een stuk compacter en bescheidener dan zijn voorganger. Alsof Ford de oliecrisis had zien aankomen, wat natuurlijk puur toeval was. Ford haakte er in ieder geval slim op in met de slogan "The right car at the right time". De 4- en 6-cilinders waren van harte welkom in tijden van hoge brandstofprijzen. Maar dat is natuurlijk niet wat onder de kap van een echte Amerikaan hoort. En toen de brandstofprijzen in 1975 weer gedaald waren naar het normale niveau, keerde de vertrouwde V8 terug in de Mustang. Die motor ligt onder de kap van de Mustang die we vandaag te gast hebben bij Klokje Rond. En achter het stuur een hardwerkende jonge dame van 21. Maak kennis met Denise Bettink en haar sprankelende polarwitte Mustang 2. Denise, ik was 36 toen ik mijn eerste Amerikaanse auto kocht. Jij was 18, dat is precies de helft. Hoe is het zo gekomen? Ja, goed. Als klein kind zeg maar, wilde ik al niet met poppen spelen. Ik speelde eigenlijk alleen maar met autootjes. Dat bleef maar tot ik 18 werd. Ik had eigenlijk altijd al een enorme passie voor auto's. En de Mustang is eigenlijk daar een beetje bijgekomen, echt als de favoriet. Ja. Hoe dat precies is ontstaan, weet ik nog steeds niet. Dat is gewoon echt, voor zolang ik al weet, is dat zo. En mijn vader had ook altijd wel een liefde voor Ford. Heeft altijd van kleins af aan ook gek. Is altijd eigenlijk gek geweest op auto's. Heeft altijd Ford gereden. Maar nooit echt een passie voor Mustang uitgesproken richting mij. Maar goed, toen ik 18 werd, toen had ik zoiets van ja, nu wil ik echt die Mustang kopen. Jarenlang hard voor gewerkt. En toen stond hij er. En pas achteraf kwam ik erachter dat mijn vader vroeger ook een passie had voor Mustangs. Dus ik denk wel dat het ergens in mijn bloed heeft gezeten. Ja, toch wel. Hey, en de Mustang 2, nou, dat is een beetje algemeen bekend. Dat is niet de meest geliefde Mustang van alle Mustang-generaties. Waarom voor jou toch de Mustang 2? Het is eigenlijk zo gekomen. Toen ik de auto kocht, had ik niet echt een passie voor Mustang 2. Het was ook niet direct de liefde op het eerste gezicht toen ik hem zag. Dat komt ook puur omdat hij eigenlijk gewoon niet zo netjes bij stond. Dus ik moest echt wel wikken en wegen van ga ik hem kopen. Maar ik had wel de grote wens om een Mustang met een V8 te kopen. En als 18-jarige met een best wel beperkt budget was dit eigenlijk de enigste optie. Maar naarmate we hem eigenlijk een beetje opknapten en echt gewoon naar mijn zin maakten, werd ik er echt wel echt gek op. En nu is het echt een beetje mijn kindje. En ja, ik word ook eigenlijk wel gezien als de ambassadeur van de Mustang 2. Puur omdat ik gewoon er van alles aan doe om die auto wat meer bekendheid te geven. En hem ook wat geliefder te maken. Ja. Ja. Nou, dat is goed gelukt. Je zit in deze video. Hij heeft in een videoclip van Armin van Buuren gezeten, vertelde hij me net. Ja. En het onderhoud, dat doe je zelf en samen met je vader? Klopt, ja. Mijn vader die is super handig. Die doet echt gewoon alles aan die auto's wat zelf. En wanneer ik tijd heb, want ik zit natuurlijk best wel met mijn studie, dat kost veel tijd en ik werk veel. Maar als ik tijd heb, bijvoorbeeld zomers, dan probeer ik mee te kijken en zoveel mogelijk dingen te leren. En hier en daar het een en ander al zelf te doen. Ja, ja. Nou, stoer hoor. Hey, hij staat er super gaaf bij. Ik ga samen met Dennis bekijken of hij ook aan de onderkant nog mooi is. Helemaal goed, succes. Hey Dennis, een dikke oude V8. Ja. Dat kan jij ook wel bekoren volgens mij. Ja, daar word ik altijd wel blij van. Dat klinkt altijd lekker. En het rijdt gewoon lekker soepel. Het is gewoon, een Amerikaan, daar hoort eigenlijk een V8 in. Tuurlijk. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, en wat voor eentje met flakes? Ja. De flake zat al op de auto toen ik hem kocht. Het is een combinatie van een wat grovere blauwe flake en een fijnere zilver flake. Ja, aan het begin moest ik er een beetje aan wennen en wist ik niet zo goed wat ik ervan vond. Maar naarmate ik de auto wat langer had en naar wat een en ander aan evenementen ben geweest, begon ik het steeds meer te waarderen.
vaak op evenementen trekt het heel veel bekijks. Vooral kinderen vinden het heel leuk. En sinds ik ook weet dat de vorige eigenaar 9 jaar een auto heeft gerestaureerd en daarvoor en daarbij ook een opleiding heeft gevolgd om zelf te leren spuiten en hij dus zelf deze flex heeft gespoten, ben ik het nog meer gaan waarderen. En vind ik het eigenlijk stiekem wel heel leuk dat het erop zit. Hey, zullen we eens onder de kap gaan kijken? Zo. Hij glimt erop los. Ja. Wauw. Ja, netjes schoon. Mooie glimmende klepdeksels, Edelbrok spullen. Ja. Ja, dat luchtfilter dat is van Edelbrok. Dat zat er al op toen ik de auto kocht. Maar gaandeweg ben ik eigenlijk zelf behoorlijk fan geworden van Edelbrok. En er zaten eigenlijk al wat meer dingen op, zoals de carburateur en dergelijke. Was ook allemaal al van dat merk. En ik had eigenlijk zoiets van ja, maar dan wil ik ook gewoon alles van Edelbrok. Dus bijvoorbeeld de kleppendeksels, die heb ik er later nog zelf op gemonteerd. Zodat het een mooie eenheid is geworden. Ziet er goed uit, motorruimte is netjes onderhouden zo te zien. Ik zie geen oliespetters. Nee. Dat hoort bij een Amerikaan eigenlijk altijd wel een beetje erbij. We gaan hij is bijna te mooi dit. Ja, dit is verdacht, Dennis. We gaan aan de onderkant kijken of we daar wat vinden. Maar vooralsnog ziet het er keurig netjes uit. Ja, dit zijn mooie spullen. Daar word ik wel blij van. Hey, zijn er nog dingen die jou direct opvallen dat je zegt van, hey, grappig, of dit zien we nooit meer, of dit was heel typisch voor toen, of is het gewoon allemaal stok materiaal? Het is vrij eenvoudig. Ja. Ik zie wel hier bijvoorbeeld een startrelais, wat tegenwoordig eigenlijk altijd op startmotor zit. Hij zit hier nog apart aan het binnenscherm. Dat zie je niet zoveel meer, volgens mij helemaal niet, maar daar kan ik me in vergissen. Voor de rest zie ik gewoon een hele mooie nette motorruimte. Ja? Ja, die liefde heeft gehad. Ja, er zit genoeg liefde in. Dat is wel duidelijk. Ja, ik vind het echt een prachtig verhaal. Daar ben ik heel blij van. Het is een heel goed verhaal. Ja. Nee, netjes. Ja. Wat ik zie, dynamo, de Vesna ligt een beetje scheef. Maar dat is ook niet raar. Dat kon vroeger. Dat ging er goed. En dat gaat nog steeds goed. Misschien een beetje gewoon de slijtage in de gaten houden. Ja, en dan, hij zit echt solide gemonteerd op een gietijzeren steun. Dus daar zit weinig beweging in. Er zit geen afstelmogelijkheid in. Een mooie pijlstok heb ik in tijden niet gezien. Zelfs de pijlstok glimt. Ja, allemaal mooie chrome spullen. Ja, dat is voordeel van de V8. Er is enorm veel voor te koop in de aftermarket. Ja. En daar kun je hem in ieder geval optisch al een heel stuk mee verfraaien. Ja. Netjes. Hey, gaaf. Zullen we eens van de onderkant gaan bekijken? Ja, dat gaan we doen. Hey, toch nog een klein beetje olie. Ja, we hebben een beetje olie gevonden. Hoort er een beetje bij de Amerikanen. Hij lekt hier een beetje, volgens mij, de voorste krukkerskering. Misschien kattenpan een klein beetje zweet. Maar het is minimaal. Ja. Ik heb ze gezien die 5 minuten op de brug staan en al een plas olie op de grond toveren. Ja, de helft in jouw nek. Dat doet deze zonder meer niet. Nee. Dus wat dat betreft ziet dat er heel goed uit. Het ziet er sowieso allemaal netjes uit, hè? Ja, hij wordt echt met liefde onderhouden. Dat kun je zeker zien. Het ziet er allemaal heel goed uit. Netjes dopjes op de smeernippels. Die zitten hier. Ja. Dat is echt, misschien heb ik die dingen 3-4 keer gezien, maar die zijn altijd weg. Dus dat is wel een teken van de liefde die hij krijgt. Ja. Ja, een direct stuurhuis, dus niet zoals heel veel Amerikanen een indirect zwabberstangenstelsel. Dit geeft gewoon een goed gevoel in de stuurinrichting. Het reageert veel directer. Het rijdt gewoon lekker. Ja. Ja, een hele compacte voorras, het is gewoon 1 unit. Schokbreken zitten in de veren. Voorras is geliefd in de hardrodwereld. Je kunt hem er in 1 geheel onderweg pakken en dan zo onder een andere auto schroeven. Dan heb je het stuurhuis, remmen, schokbrekers, alles. Dat is makkelijk om een leuke hotrod te bouwen. Oké, zullen ze veel Mustang 2's voor gesneuveld zijn? Wat ik gelezen heb, zijn er heel veel voor gekannibaliseerd, om het maar zo te noemen. Ja. Het ziet er als nieuw uit. Ja, lekker shiny. Ja. Ja, een paar weken geleden gereviseerd. De versnellingsbak die is onlangs gereviseerd. Ik merkte dat de auto soms een beetje stotterde als ik net wegreed bij bijvoorbeeld een stoplicht. Dat werd een beetje hinderlijk. En toen de auto lang in de garage had gestaan, bleek er ook wat olie gelekt te zijn. Dus toen ben ik ermee naar een bedrijf gegaan en die hebben voor mij de automaat gereviseerd. En nou rijdt hij weer als een zonnetje. Ja, de uitlaat, 2 pijpen die in 1 pijp gaan. Ja.
hier een mooi solide hitteschild. Lekker kleurtje erop, valt goed op. Ja. Ja, die zit aan het einde van de bak. Die beschermt de kering van de tussenas voor overmatige hitte van de uitlaat. Ja. Ook uitgevoerd in degelijk staal. Ja, die is niet van karton. De tussenas die loopt vanaf de bak naar de achteras en brengt het vermogen over. Een mooie dikke achteras, dus de sterke as die bij de V8 hoort. Hier is de diff als een unit ingeschroefd. Dus die pak je er compleet uit. Bij de zwakkere assen zit aan de achterkant een dekseltje. En dan doe je het werk van de achterkant. Oké. En tot slot de starre as. Ja, starre achteras. Heel lang toegepast, jaren. Simpele constructie. Ja. Bevestigen aan de bladveren. Er zit een torenbout, zo heet die geloof ik, in de bladveer. Die steekt met zijn kop boven de bladveer uit. En dan zit er een gaatje in dit pasvlak van de as. Die hem op zijn plek houdt, zodat hij niet kan schuiven. En dan zit hij met twee veerstroppen, zoals ze heten, aan de bladveren geschroefd. Ja. Een hele degelijke, solide verbinding. Je merkt zo'n as ook wel tijdens het rijden. Het is niet het meest comfortabele en verfijnde veersysteem, maar ja, het werkt prima. Het is gemaakt voor de eeuwigheid, wil ik zeggen. Ja, precies. Ja, dat gaat lang mee. Nou, een mooi glimmend eindstukje nog van de uitlaat. De uitlaat momenteel ben ik nog niet helemaal tevreden over. Het geluid wat eruit komt vind ik natuurlijk prachtig, vooral in tunnels, dat verveelt nooit. Maar hij is nog niet helemaal netjes. Je ziet dat er her en der wat stukjes aangelast zijn. Ik vind het een beetje een lapjeskat in die zin. Dus mijn doel op langere termijn is om er een keer een mooie RVS-uitlaat onder te hangen. Zodat het allemaal toch weer wat netter eruit ziet. Hey, maar verder piekfijn toch? Ja, ik vind het een hele mooie auto. Hij is van 76, bijna net zo oud als ik ben, maar hij ziet er een stuk beter uit. Dat zijn jouw woorden, Dennis. Nou, Denise, dat was hem. We zijn eigenlijk niks geks tegengekomen, maar ik denk dat jij niet anders had verwacht. Nee, stiekem niet. Nee. We hebben de auto echt wel op zijn kop gehad. En ieder hoekje, ieder detail hebben we eigenlijk wel meegepakt. Ja. Dus dat zit wel goed. Ja, hij staat er echt fantastisch bij. Daar mag je trots op zijn. Je ziet jezelf een beetje als ambassadeur van de Mustang 2 in Nederland. Ja. Waar kunnen we jou vinden en tegenkomen? Facebook, Instagram, evenementen. Dit is de kans om jezelf te pluggen. Ja, bijna alle evenementen waar Mustangs welkom zijn, kom ik wel. Vooral echt de grote Mustang evenementen ben ik vaak te vinden. Daarnaast ben ik online ook wel te vinden op Facebook, Instagram ook nog wel. Hoe heet de pagina? Dutch Car Girl. Dutch Car Girl, mensen. Ga daar even een kijkje nemen. En volgens mij gaat het helemaal goed komen met jou in de Mustang 2. Gaat die ooit weer de deur uit voor een andere Mustang? Nee, 100% zeker. Dat wil ik niet. Als er een Mustang komt, dan komt hij erbij. Maar niet in plaats van. Dat zeker niet. Nee.